De stiefmoeder dacht goed na om ervoor te zorgen dat zij en niet Sneeuwwitje de allermooiste van het land zou worden. Ze nam de mooiste appel die ze vinden kon en vergiftigde hem. Wie ervan zou eten, al was het maar een heel klein stukje, zou doodgaan. Zo ging de koningin vermomd als oude vrouw naar het huisje van de zeven dwergen. Dag, meisje. Nee, hallo hoor. Hey. Zeg, ik heb hele mooie spulletjes te koop. Zo echt van die dingen waar jij van droomt. Eens kijken. Uh-huh. Wat mooi. Maar ik mag niemand binnenlaten. Dat mag niet van de zeven dwergen. Oh, dat is jammer, hè? Ja. Een appeltje. Dat wil jij wel, hè? Ik mag niets aannemen. Ja, denk toch niet dat hij vergiftigd is? En de sluwe heks brak de appel in twee stukken en gaf het giftige stuk aan Sneeuwwitje. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooist van heel het land? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooist van heel het land? Wel? Wie is het mooist van heel het land? O, koningin, u bent de mooiste van heel het land. Sneeuwwitje was dood. De dwergen huilden dagenlang. Toen ze haar wilden begraven, had het meisje nog steeds zulke mooie rode wangen als toen ze nog leefde. Daarom legden ze haar in een mooie glazen kist. Ze was nog steeds zo wit als sneeuw, zo rood als bloed en zo zwart als ebbenhout. Op zekere dag verscheen een prins van een ver land. Wie is dit mooie meisje? Sneeuwwitje! Sneeuwwitje. Verkoop mij deze kist. Hoe kan de wereld nou nog verder leven zonder ooit de schoonheid van Sneeuwwitje te kunnen zien? De prins had zo'n mooi meisje nog nooit gezien. Hé, hey, wat ben jij van plan? En als een wonder... Waar ben ik? Je bent bij mij.